Het suikerfeest staat in het teken van lekker eten, vooral zoetige lekkernijen met vrienden en familie en het geven van cadeautjes. In de Tangermarkt op plein 4045 werden er vandaag de nodige voorbereidingen getroffen om het vasten te verbreken. In de ochtend heb je zeg maar het suikerfeestgebed. Dan verzamelt iedereen zich in de moskee. En daarna gaat iedereen zeg maar elkaar groeten en feliciteren. En dan gaat iedereen naar familie, op bezoek bij familie. En wij gaan barbecuen zometeen. En hoe is de Ramadan gegaan? Ja, het is op zich wel goed gegaan, ja. Ja, was het niet lastig met het warme weer? Ja, het was wel in het begin moet je weer wennen, want je hebt lang niet gevast, een hele jaar niet gevast. Maar daarna wordt het gewoon een beetje normaal. Voor mijn gevoel was het dit jaar heel erg makkelijk. Ik vond de tijd heel snel gaan. Maar misschien komt het omdat ik ook hier constant bezig ben in de winkel. Ik denk dat voor de meeste mensen die niet werken of die vrij zijn of iets dergelijks, dat het voor hen misschien wel wat lastiger zou kunnen zijn. Maar ik heb er niet echt last van gehad. Het is een feestelijk moment om met z'n allen juist een lekker hapje te eten. En met suikerfeest, of eerder gezegd een Ramadanfeest, is het wel bij heel veel gezinnen een symbool om een baklava te kopen om samen met de familie te eten. Ik heb net lekker ontbeten met de familie en dan ga ik zo meteen in de avond wat gezelligs eten met wat vrienden. Gaan we gezellig even wat doen. Wat gaan jullie eten dan? Ik denk dat het een broodje hete kip wordt. Een broodje hete kip? Ja, is dat... Ja, dat valt altijd lekker in de smaak.